Defunded campagne belicht wooncrisis in Den Haag. 20.000 panden staan leeg en duizenden mensen zoeken een woning. Het Straatconsulaat in Den Haag start een campagne tegen leegstand en voor snelle oplossingen voor de woningnood. De Defunded campagne vraagt aandacht voor het groeiend aantal dakloze mensen. En deze mensenrechtencrisis, voortvloeiend uit falend beleid, eist een dringende oplossing. De organisatie zet zich in voor de belangen van dakloze mensen. Ze komen op voor hun rechten en welzijn. En met de campagne willen ze aandacht vragen voor het feit dat er snelle oplossingen zijn voor de wooncrisis. Het inzetten van leegstaande panden is er daar één van. De gemeente Den Haag wordt opgeroepen om met alle mogelijke middelen leegstaande panden in te zetten om betaalbare woningen te realiseren. Onteigenen, ombouwen en verhuren zijn volgens het Straatconsulaat radicale maar noodzakelijke stappen om een einde aan de wooncrisis te maken. Volgens directeur Marlies Vilbri van Straatconsulaat is het tijd om buiten de traditionele kaders te denken. Dan is leegstaande panden transformeren tot betaalbare woningen voor diegenen die het meest nodig hebben een goede oplossing. Aldus Vilbri.